Goedemorgen! Wij hebben vandaag promodag in Nederland voor onze nieuwe single. Fata Morgana. Wauw. Goedemorgen. We zijn in de buskusschool. Ja. Buskusschool. Ja, ja. Het is een mond vol. Ja. Voor de kids op 20. Yes! Dus dat is wel heel erg leuk. Dat is de eerste keer zeker. De eerste keer dat er kinderen bij zijn. Ja. Ja. Ah ja, want met Waterval was het corona. Met Vleugels was Hanna er niet bij. Dus toen zijn we niet geweest. Ja, dat is waar. Eén keer officieel volledig. Nu, de eerste keer. Dit is de eerste keer dat het normaal is. Dat alles normaal is. Ja. Yay! Joepie! Wat leuk! Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik ben ook benieuwd. We zitten in de bus en er staat een hele groep kindjes naast ons. Die weten dat we in de bus zitten. En die gaan kijken. Ja, en we dachten dus eigenlijk eerst dat ze ons hadden gezien. Maar blijkbaar hangt er ook ergens hier achter ons een zak half van het dak te komen en zo. Dus dat is wel interessanter, heb ik het gevoel. Ja? Ja, en er staan hier allemaal grote vrachtwagens. Dus ik denk dat ze dat ook wel heel interessant vinden. Ja, een hele belevenis van me. Ja. Ze zijn wel echt mega cute. Ze zijn heel schattig. Ja. En Julia? Mag je... Hallo? Mag je in beeld? Ben ik al heel de tijd aan het praten? Ik had het niet eens door, maar ik kan mijn arm oprecht niet verder doen dan dit. Ik was wel aan het praten en ik zie zo dit. Maar jij was ook naar dat raam. En ik kan niet nog verder naar dat raam. We gaan nog terugkijken op beeld, jullie. Ja? Ik heb volgens mij 7 keer gegeven in beeld. Ah! Ben je moe? Ik moet nog wakker worden. Het was vroeg. Maar je hebt een dutje gedaan daarnet. Ja, ook al. Maar ik heb ook een dutje gedaan. Ik ben zo nog wel krokkie van mijn dutje. Ja. Krokkie? Groggie? Groggie. Krokkie was wel schattig. Ik zeg altijd krokkie. Ik ben krokkie geworden van mijn dutje. Oh, die kindjes zijn ineens weg. Zullen wij ook naar buiten gaan? Ja, misschien moeten we naar buiten. Ja. Onze kleren aan. Looking good. Ja. Yes, yes. Let's go. Make-up. Jak. Jak. Ik heb je dat. Jak. Ja. Voilà. Ze hebben zelfs mijn ogen een beetje gefixt. Het valt echt niet zo hard op als je het niet zou zeggen. Ik heb zo nu één bal. Een bal. Je hebt gewoon weinig geslapen. Ik heb aan één kant weinig geslapen. Ja. Sorry mensen, het kan er gebeuren. Ja, ons oog is moe soms. Soms. Kan je beuren. Is ons lichaam ontspannen? Ja hoor. Want wij komen van de Kids Top 20 en wij moeten naar Amsterdam. Amsterdam. Yes. En we zijn intussen eigenlijk ook al wel aangekomen in Amsterdam. En het zijn hier allemaal hele smalle straatjes. Maar echt niet normaal, hè? En de bus is er eigenlijk zo net een beetje te groot voor. Het gaat zo allemaal met zo een paar centimeter speling aan de zijkant. Maar je hebt echt gedacht, plots, van je kunt er toch met de auto niet rijden. Nee, maar is Amsterdam ook niet zo'n fietsstad? Allee, hier fietsen toch heel hier veel mensen, hè? Heel veel mensen. Ja. Allee, je ziet het ook, er staan ook overal fietsen. Ja. Wel leuk. Maar het is hier heel gezellig. En zo keiveel groen ook in die kleine straatjes. Ja. En dat doe ik nog net of ik nog nooit hier geweest ben. Ik ben hier al wel eens geweest, maar ik blijf altijd nog wel te vinden. Nee, niet per se. Ah, in Amsterdam in het algemeen. Hier al nooit geweest. Ja. Ja, in deze straat. Maar ja, voor wat zijn wij hier eigenlijk? Hebben we het al gezegd? Ja. Wij gaan naar Jack? Jack Shore. Shore. Sure. Ja, dat is iemand dat op TikTok bekend is geworden. Hè? En die heeft een aantal remixen gemaakt van K3. Onder andere van de drie biggetjes. Yes. En Toveren. Nee, Trouwen. Trouwen. Van Trouwen heeft hij remix gemaakt. De biggetjes toch ook niet? Of? Nee, maar hij reageert op heel veel K3-nummers. Ja, en op omdat, want hij is niet Nederlands.
En dan zetten mensen zo in zijn reacties, reageer eens op dit en dit Nederlandse nummer. En zo zat K3 daar een paar keer tussen. Maar die Trouwen heb ik inderdaad gehoord. En dan speelde die zo op de piano. Zo. Ja. Dus ik ben benieuwd. Ik vind het een beetje spannend. Allemaal in het Engels. Ja, ons beste Engels bovenhalen. Ik ben benieuwd. Oh, we zitten aan de weg van een andere camionette. Drama. 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 De alarm ook. Ja. Hallo. Hallo. Wij zijn bij Gemma. Oh my god. We hadden vandaag persdag en we hadden een gaatje, dus we dachten we springen even binnen bij hem. Ja. En we hebben een paar leuke TikToks opgenomen. And I don't speak any Dutch, so I have no idea what you're saying. But hi, thank you. Okay, so we did a video with a first reaction on Fata Morgana. The new song, yeah. What did you think? I really liked it. Hearing the new K3 is really cool to me and interesting. I like the production. I don't know who did the music, but he did a really good job. So, Peter Gillis. You tell him. What's his name? Peter Gillis. Peter Gillis. Good job, Peter Gillis. Nice song. Yeah. It sounds wonderful when you say it. Peter Gillis. Peter Gillis. Yeah. You would like that. Yeah. Do you guys like the new song? Yeah. Yeah. Of course we do. But it's nice that you like it too. Thank you. Yeah, I do like it. All right. Fata Morgana, Fata Morgana, Fata. Love it. Love it. We beginnen met onze radiotour bij 100% NL. Gaan we overal de jingle van zingen straks? Was dat de jingle? Ja. 100% NL. Marten deed het op de juiste toon. Oh, ik was even niet mee. Maar... Al daar ben ik. Ik wilde gaan zeggen, 100% NL. En toen moet jij zeggen, was ik niet meer. We gaan ook naar radio 538, wat is het daar? Radio 538. Denk ik. Ja. Zoiets. En dan Radio 10. Veronica. En Radio 10? Radio 10. Ja. Nee, dat is radio, radio 10. 10. De grootste familie. Moeten we nog eens opzoeken? Ja. 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 Oké. Okay. Ja. Komt goed. Oké. Okay. Doe het. Wij zijn bij TTT. Oftewel 3FM. En anders zingen we nu een jingle in voor jullie. Ja! Ja, we gaan een jingle verzinnen. 3-3-3-FM. Waarom? Ja, Hanne, jij mag het zelf doen. Dan. En waarom? 3-3-3-3. Zodat iemand die door blijft gaan? 1-2-3-FM. 3FM. Ja, dit gaan ze echt mooi. Zoals met die. A few moments later. This is the jingle. Hey, en nog een keer. Jongens, die willen even opnemen. Die gaan we dus in zingen nu. Wij zijn bij Veronica. Laatste stop. Radio 10. Allemaal op dezelfde toon. Maar dat maakt nog niet uit. Nee. Het is het einde van de dag. Ja. Het was
heel leuk eigenlijk, hè? Ja, ja eigenlijk wel. Ja, zeker. 10. De temperaturen stijgen, de zon gaat harder schijnen. Het signaal voor K3 om een nieuwe zomersingle te maken. Hij heet Fata Morgana en daar komt nog eens bij. K3 bestaat dit jaar 25 jaar, dus... Ja, wij dachten een prachtige gelegenheid om de dames gewoon even uit te nodigen. En daarom voor Hanne, Marten en Julia de handen op elkaar. Ja. Vertel eens even, Fata Morgana. Ja. Ja, veel mensen vragen waarover gaat het liedje. En ja, het is weer heel liefdevol. Het gaat weer een beetje over een liefdesverhaal. Uh-huh. En een Fata Morgana is een illusie. Ja. En dus eigenlijk dat je denkt dat je het ziet, maar het is er niet. Is het een beetje autobiografisch voor jou of niet? Een beetje. Mij doet het nummer wel echt super hard denken aan vroeger, als je zo in de club waart. Ja, ja. En je bent misschien een beetje... licht in je hoofd, ja. En je ziet een knapperst en je denkt zo, oeh, hebben we een vibe of niet? En de volgende dag denk je zo, was dat nu echt of niet? Nee, dat is ook de Fata Morgana. Ja. Zullen we even een klein stukje luisteren? We zijn benieuwd wat het voor is. Een klein stukje horen. Zag jij al ooit zo'n zomernacht vol magie? Een feest dat uit het niets ontstaat. Je moet jezelf een zonnetje voorstellen en een klein cocktailtje erbij. Ja, dat is een beetje het idee natuurlijk. Hè? Ja. Dus de hele zomer gaan we het hiermee doen, meiden. Dus dat is ongeveer het idee. Ja, van wel. Ja. Mijn stukje Fata Morgana. Hoe het met jullie zit, maar ik heb echt ogenblikkelijk zin in een lange, warme, fijne zomer. Er komt nog wel iets cooler hier. Ja. Einde van onze persdag! Yes! Einde! Ja. Zit erop. En hoe laat is het nu? Het is... Kijk eens op een gsm. Hoe laat is het? 22:52. Oh. Ja. Het was wel een pittig lang dagje. Ja. Wel heel veel leuke dingen gedaan. En nu nog naar huis. Ja. Anderhalf uur, denk ik. Die hebben wij allemaal gaan dutten. Anderhalf uur naar Studio 100. En dan nog allemaal naar huis. Ja. Peace out. Dus het wordt een late. Uh-oh. Heel goed. En morgen persdag in België. K3, out. Slaap je.